In het hart van Vlaanderen wonen al jarenlang twee rasechte Hagenezen. Godverdomme. Henk Houwaard won met ADO de beker in 1968 en werd later een grote meneer bij Club Brugge, waarmee hij als speler en als trainer kampioen van België werd. Ik blijf Hagenees, dat maakt niet uit. Dat raak je niet kwijt, de Hagenees. Maar het is wel fijn leven hier, dat is wel het. Dat is nog een verschil. En daarom blijven de meesten ook hier, denk ik. Johnny Dusbaba debuteerde in 1973 in het eerste van FC Den Haag en kwam via Ajax in Oranje. Als speler van Anderlecht won hij de titel, de Europa Cup 2 en de Supercup. Ze praten weliswaar met licht Vlaams accent, maar Houwaard en Dusbaba blijven voor altijd Haags. Proost op Den Haag, hè? De oude Hagenaars nog. Ja, op de Hagenees. Die gaan ze niet kwijtraken. Nooit van mijn leven. Tot gezondheid. Henk Houwaard is 71 jaar oud, maar staat nog dagelijks op het voetbalveld. Hij is trainer van Zweven Zeelen, dat uitkomt op het vierde amateurniveau van België. Hier is lekker warm, hoor. Het deurtje dicht zo. En Zweven Zeelen is niet zijn eerste club als trainer. Nou ja, de echte club waar ik geweest ben. Ik ben bijvoorbeeld Roeselare ben ik geweest, heb ik kampioen gespeeld. Dus eerst gered, dan een kampioen gespeeld. Dan Aalst moest ik redden. Kortrijk heb ik 4 jaar gezeten. Ik heb Harelbeke 6 jaar. Club Brugge 5 jaar. Cerkelbrugge 5 jaar. Dus 6 jaar in het buitenland gezeten. 2 jaar Griekenland. En 4 jaar in Ammonia Nicosia. Maar ja, ik doe het gewoon graag. Als ze mij bellen, Henk, zou je me willen helpen? Want ik zit in problemen. Ja, dan ben ik daar weer. Hè. Dan sta ik voor de deur en ik zeg, natuurlijk ga ik dat doen. Het voetballeven van Henk Houwaard lijkt oneindig. Dat begint eind jaren 40 op de stenen van het Haagse Oranjeplein in de Schilderswijk. De voetbalvereniging Oranjeplein verhuist in de jaren 50 noodgedwongen van de Schilderswijk naar de Waalsdorperlaan op de grens met Wassenaar. Ja, volgens mij was het hier. Ja, volgens mij... Want ik weet dat die paardenmanager legt daar. Hey, en elke keer als we daar die bal overtrapten, dan was er zo'n klein beekje, dan moesten we erover springen voor die ballen te halen. En die lagen altijd in het water. Maar jongen, er is veel veranderd. Toen ik 15 jaar was, dan heb ik hier eigenlijk leren voetballen. Ik had al 2 jaar gezeten in Oranjeplein. En het was een familieclub. We hebben daar alleen maar heel veel plezier gehad. Maar we werden dan kampioen met Oranjeplein. En je weet net zo goed als ik, de profclubs komen dan kijken, ADO kwam kijken. En ik werd dan uitgenodigd voor een testwedstrijd. En dat was hier verder, dat was Achtjepel. Daar moest ik die testwedstrijd spelen. En we wonnen met 9-1. Ik maakte toen 8 doelpunten. Ja, dan was het niet moeilijk dat ik een contractje kreeg van ze. Ja, 3000 gulden kregen ze toen van ADO. En ze hebben daar hier een kantine van gemaakt. En het was, ja, elke week was het eigenlijk een feest in die kantine. Dus er werd veel bier verkocht en limonade. Ja, het is echt ongelooflijk. Als je het 50 jaar terug ziet, dit is prachtig eigenlijk. Johnny Dusbaba wordt 60 jaar geleden geboren in de Schilderswijk. Zijn eerste club is ODB in Loosduinen. Hier is het allemaal begonnen, hè? De hele jeugd. Hoewel Dusbaba maar kort speelt voor ODB, maakt de sfeer van de club indruk. Ja, het was echt zo'n familieclub, hè? Met Jan Doorschot en al die mensen eromheen. En mijn broer die speelde dan hier op een gegeven moment. En dat was echt zo, mijn vader erheen, iedereen erheen en achter de co hier. Als we dan tegen dingen moesten spelen, met Aad de Mos dan hier, tegen Wilhelmus. Dat was dan echt zo, echt plezant was het toen. Ja. Tof jaren meegemaakt hier. Ik hoor u zeggen plezant. Ja, ik ben over de 30 jaar in België nu. En ja, dat gaat vanzelf, hè. Ik kom er af en toe Haagse woordjes ook nog tussen, maar dat gaat allemaal zo half-half, hè. En de naam Dusbaba klinkt voor echte ODB'ers zeer vertrouwd. Familie Dusbaba betekent veel voor de club ODB. Want alle mooie jaren, goede jaren van ODB, ja, de beste voetballer die we bij ODB hebben gehad is Theo Dusbaba geweest. Mijn broer was denk ik beter als ik. Maar die had geen mentaliteit genoeg voor die dit jaar te makkelijk doen. Toen de tijd was met Karel Schuurman, Clefan en allemaal, die mannen van Den Haag. En die hadden daar veel te vertellen. En hij liet het eigenlijk een beetje doen eigenlijk. Hè. Ja. Dat was mijn broer. Ja.
Ik heb hier wedstrijden zien spelen tegen de Helmers, tegen RVC. Toen ik zeg, alsjeblieft, in ADO lopen ze niet zo. Hè. Maar ja, dat is... Je moet alles hebben, hè, als je de top houdt. Hè. Je moet een beetje kunnen voetballen, je moet een beetje karakter hebben. Je moet van alles een beetje hebben. Hè. Want als ik de eerste dag op Ajax kwam... En Piet Keizer zei tegen mij, dan ga jij die bal halen. Zei ik, ga zelf die bal halen. Hè. Maar mijn broer zal ze wel gehaald hebben. En als je dat doet, dan ben je in de topsport ben je eraan. Hè. Dan ben je mooi in het loopjongen eigenlijk. Hè. En ik heb altijd erboven gestaan eigenlijk. Bij Den Haag ook. Ik was altijd goede kameraad met Aad Mansveld, Aartje Kila. Dat waren allemaal toffe gasten van mij allemaal. En die hebben ook veel geholpen. Ik heb met Aad Mansveld me veel geholpen. Ik heb er veel te danken aan gehad. Kijk, hier sta jij nog in je goede jaren. Ja, het is juist. Ja, ome Jan. Ome Joop de Lange. Joop de Lange, ja. Ik heb echt mijn jeugd opgegeven voor mijn carrière te maken. Ik was 14, 15 jaar, ik lag in bed te wachten. Ik zag mijn kameraden weg. Ik ging in de zomer ging extra trainen. Ik zag Tjöle Lingman met twee schone mokkers daar op het strand leggen. En die was aan het lachen. Hey Johnny, wat wil je doen? En ik was aan het lopen met drie vesten aan voor te zweten en alles. Ja, ik heb alles van mijn carrière over gehad. Hier is, kijk, Wienerhuis, Wiener Koffiehuis. Hier kwamen al de trainers en spelers, scheidsrechters. Dat was de place to be, hè. Daar kwamen ze allemaal tezamen. En meestal de maandag zo, weet je wel. Ernst Happel zat er altijd, dus de Wiener koffie, hè. Maar hier in de straatjes hier kon je bier drinken, weet je. Hierachter was het, ik ben met Johan Cruijff nog. Met Johan in die straat nog geweest. En die dronk dan 7-Up met bier. Dus een sneeuwwitje noemen ze dat. En ik dronk dan een pintje en hij dronk dan 7-Up met bier. Net of hij meedronk met ons. Hè. Maar dat was meer 7-Up als bier was. Ja, het uniek als je dat ziet, hoe oud. Nu nog, hè. Dat is prachtig, hè. Ja, hier ga je naar de Geleenstraat, geloof ik. Hè. Hier dan rechts, hè. Ja. Nou, hier komen we in de achterbuurt terecht, man. Ja. Limbus-Stierumstraat, hier woonde mijn tante. Ja. Hier, een rode plek. Kijk, het is nog steeds hier. Ja. Hier voetballen we altijd. Komt eruit, meisje. Kom hier een keer in Hollywood terecht hier. Kijk, het is een mooi plein eigenlijk nog, hè? Ik hoorde u over de buurt praten. Nou ja, ik heb hier gewoond. Ik ben hier geboren, laat ik het zo zeggen. Ja? Ja. Vroeger had je dan gebruikers, had je prostituees. Ja, ja. Er was ja. Een ghetto hier. Ja, ja, ik weet het. Maar... Ja, toen was het anders nu, hè? Ja, ja, toen was... Ik zeg, alles is weg, hè? Ja, ja, ja. Ik heb daar nog een oude foto hangen. Ja? 1954, toen was hier een zwembad. Ja, dus hierboven, dus... Als je hier daarboven het rechter wat hier is nu. En daarachter was de gokmolen. Dus het poortje, de Spinozenstraat hier, dat is de Spinozenstraat hier. Dat was meneer Houwaard. Ja, ja. Dat is die voetballer. Meneer Henk Houwaard. Ja, ja daar ben ik nog steeds, ja. Ook trainer geweest? Ja, ja, nog altijd. Nu ben ik, ja. Ja. Bekende voetballer? Ik ben de Belgische Hagenese. Grote ja. Klasse. Ja, dank u wel. Met veel plezier, gozer. Hè? Johnny Dusbaba groeit net als Henk Houwaard op aan het Oranjeplein... Maar ze spelen vanwege hun leeftijdsverschil nooit samen. Hier hebben we veel schoenen versleten, hier, zeg. Ja? Oh, alle drie dagen was nieuwe schoenen. Als ik op de technische school zat in het Zuiderpark... dan wachtte ik op de brieven, 's middags als de postman kwam. Dan pakte ik de brief op dat ik gespijbeld had. Hè. En dan wisten ze dat niet. Hè. En dan ging ik rap hier voetballen altijd. Hè. Daar woonde mijn broer op de hoek. En wij woonden hier in deze straat. Hè. Hier. Dat is de Tullingstraat. Dat was ongeveer hier, hè, waar we woonden hier zo. Ja? En dat was dan hier, de school stond dan aan die kant. En als ik dan ziek was, zag ik de meester en alles, zag ik dan lopen. En ja, moest dan altijd stiekem onderuit gaan, dat hij mij niet zag. Hè. Ja, waar is de tijd heen van de Oranjeplein, hè? Ja, ik ben er nog geweest, maar ik herken er niks terug, hoor. Maar toch doet het je nog. En al die dreven. Als je daar zo staat en je ziet dan al die, zoals alles zo voor je gaan. Ja, maar die herinneringen komen er wel boven. Ja, ja. Ja, dat was mijn geboorte, waar ik ben geboren. Maar al die appartementen zijn dan al.
Maar we wonen met drie gezinnen in één klein huisje eigenlijk. We hebben wel karakter nog gekweekt daar. Hè? Je moest wel sterk staan. Hè? Ja. Want als je niet sterk genoeg was, mocht je niet meedoen. Hè? Je moest je eigenlijk toch laten zien wat je kon. En dan kon je meedoen met de grote eigenlijk. Hè? Hè? Je moest karakter hebben. Hè? En staat de godmode er ook op? Ja? Ik had altijd maling aan de hele wereld. Ik was voor niemand bang. Ik was, en nu nog niet, bij wijze van spreken. Maar dat heb ik gekweekt eigenlijk door in die achterbuurt te wonen. Want je moest ook je mannetje staan daar eigenlijk. Hè? Dus je ging nooit opzij voor niemand. Dat is zeker. Ze keken tegen me op dat moment. Hè? Ja, ik kwam hier met een nieuwe auto binnenrijden. En alles. De mensen die keken wel tegen je op natuurlijk. Hè? Maar ik heb er nooit wat van gemaakt. Ik heb altijd normaal gebleven wat hoe ik nu ben eigenlijk. Maar wel een mooie auto nog steeds. Dat is mijn hobby eigenlijk. Hè. Ik heb altijd mooie auto's gehad. Dus ja. Ik kan een verhaal vertellen als ik op Anderlecht kwam. En ik was de eerste die, maar Anderlecht is allemaal zo statisch, hè, met nummerplaten. En ik kwam er toen met mijn Mercedes Spoor toen de tijd, Mercedes. En ik reed hem erop. En iedereen kwam naar buiten lopen. Weg hier, dat is van de president. Ik zei, maar ik heb toch een mooie auto als de president? Ja, ik weet niet of het allemaal officieel was in België toen de tijd, hè. Maar het was enorm toen de tijd. Hè? Hier is het Zuiderpark. Hè? En daar trainen we altijd met Happel. Ja, dat kan ik nog goed herinneren hoor. Ernst Happel was voor mij de beste trainer in de wereld. En dan mogen ze allemaal Mourinho en noem maar op. Wenger mag allemaal daarnaast staan. Maar ze mogen zijn schoenen nog niet vastmaken. Hè? Maar dan heb je zo'n trainer en die had alleen maar jeugdspelers. Aad Mansveld, die had natuurlijk René Pas, Theo van den Burg, Pieter Soete. En dan waren natuurlijk een heel jong elftal en daar ging hij voor. En we deden gewoon mee, we stonden op de vierde plaats toen in de Nederlandse competitie. Ja, dan groei je alleen maar als voetballer. Dat is heerlijk. We hebben dan hier thuis hebben we gespeeld tegen Ajax, de finale voor de beker. En dan 2-1 winnen. En als 18-jarige jongen liep ik dan het veld op. En al die supporters stonden op het veld. Nou ja, je weet, Den Haag was gewoon te klein. Het was heerlijk om dat mee te maken. En ik liep samen met Lexi. Liepen we samen met z'n tweeën die beker zo in de handen. Ja, dat is prachtig. Nou, dat gaat nog goed, hè? Het gaat nog goed af, hè? Hoe is die? De pik. Goed? Ja, goed. Ja? Heel goed. Ja? Super. Je ziet er goed uit. Ja, ja. Ik drink niet, ik rook niet en kijk niet naar andere vrouwen. Oh ja, maar dat heb je geleerd. Dat heb ik geleerd, ja. Henk speelde op het middenveld en super talent was het. Een goede voetballer, technisch heel goed. Kon een goal maken. Dat was natuurlijk ook in die tijd heel belangrijk. Henk kwam van een familieclub, Oranjeplein. Nou, en ik kwam van VDS, was ook een familieclub. Dus wat dat betreft, vanuit de jeugd doorstoten naar het eerste helft van ADO. Ja, dat kon toen nog. In de periode dat Houwaard doorbreekt bij ADO, overlijden in korte tijd zijn beide ouders. Het is een zware periode die zijn weerslag heeft op het voetbal. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had eigenlijk goede vrienden, maar slechte vrienden. Dus ik ging veel te veel drinken en veel te veel uitgaan, meisjes. Ja, het was niet het ideale voor een profvoetballer. Maar ik heb gelukkig maar recht kunnen trekken. Ik ben ook toen naar Twente ook gegaan toen ik 21, 22 was. Ik was in de mum van tijd, zat ik bij het Nederlands elftal weer. En we deden mee voor de Nederlandse competitie, voor de kampioenschap. Maar dan kwam Club Brugge. En de Club Brugge moest een Hollander erbij hebben in de middenvelder. Omdat ze Robbie Rensenbrink hadden getransfereerd. Ja, het eerste wat ik vroeg, wat kan ik verdienen? En ik verdiende dan een goede boot, meer nog als bij Twente. Dus het was eigenlijk niet moeilijk. Je zou nooit denken dat hij vanuit Den Haag in België zou acclimatiseren. Maar ik heb hem nooit meer teruggezien. Nee, toch? 50 jaar daar. Ja, ik heb hem nooit meer teruggezien. Ik pas me erg makkelijk aan. Ik ben vier jaar in Cyprus geweest. Nou, ik ken daar beter de weg als in Den Haag. Johnny Dusbaba doet niets meer in de voetballerij. Wel gaat hij regelmatig samen met zijn dochter kijken naar zijn kleinzoon Roger. Dat was goed, Roger. Dat was goed. Dat was goed. Hij kan heel goed worden. Hij kan goed worden. Hij heeft wel de karakter
En dan hebben we ook, hij is leergierig. Als ik in de vakantie kom, komt hij altijd naar mij toe. En dan vraagt hij altijd, hoe moet ik dat doen? En hij neemt het toch gelijk aan altijd. Andere kant, goed zo. En dan geven. En je moet ook een beetje geluk hebben voor eruit te springen eigenlijk. Hè. Goed jongen, goed. Ik heb dat geluk toevallig wel gehad. Tot ik gezien werd op een bepaald ogenblik op die leeftijd, 10, 11 jaar. Toen kwam ik in het Haagse elftal terecht, dan in het Nederlands jeugdelftal terecht. Je moet een beetje geluk hebben dat je de mensen moet eigenlijk willen zien eigenlijk. Hè. Nog een paar jaar, dan kun je er doorheen lopen hier, joh. Dan is het jouw beurt, hè? Kom maar, even zien. Bij ADO heb ik altijd voorstopper gestaan. En bij Ajax heb ik op verdedigend middenveld, linksback gespeeld. Heb ik verschillende dingen gestaan. En bij Ajax heb ik er ook meer mee te voetballen. Maar hier was echt zo, echt een ouderwetse voorstopper. Ik moest de ballen pakken en ik gaf ze een aard of op middenveld. En dan werd er gevoetbald. En wat doe je dan? Kijk. Ken je me nog? Weet je wie dat is? Nee. Ja. De mooiste was als we op Feyenoord speelden. De spelers waren een gemiddelde van 19 en 20 jaar toen de tijd. Hè? 18, 19, 20 jaar. En we speelden dan 3-3 in de Kuip. En toen is echt de begonnen ze met die jonge spelers allemaal. Hè? Ja, dat was Tjöle Ling, Martin Jool, Leen Zwanenburg, Boudewijn de Geer. Maar allemaal jeugdspelers die dan s'morgens met de post mee trainen, die dan alleen in het eerste helft terecht kwamen. En dan zeiden ze grote letters voor in de kranten. Kampioen van zoveel, over 2 jaar is ADO kampioen. Ja, de spelers zijn praktisch allemaal weggegaan. Hè? Dus Baba verdient in die tijd zijn geld niet alleen als voetballer. Hij staat ook bekend als een echte handelaar die alles kan regelen. Ja. Dat is altijd erin gebleven. Dat zit in de familie. Hè? Maar niet bij Ajax. Bij Ajax was nog te jong eigenlijk. Maar bij Ajax is dat begonnen eigenlijk. Met de koffer vol te gooien met allemaal dingen. En dat verkocht ik goed. Hè? En dan, op andere had ik zelfs een winkel. Ja, er was een winkel dat dan de treinschef die moest dat allemaal regelen. En die kreeg 15% van mij. En nog zonnebanken, van alles verkocht ik. Hè? En want ze werden wel niet bruin, want die lampen waren niet goed. Hè? Ik zei, je moet nieuwe lampen erin steken als ze er kwamen. Maar dat liep zo goed. Tot op de deur de voorzitter binnenkwam en die zei, maar dat gaat hier niet. Hè? Ja, die hele winkel stond vol met tv's en allemaal dingen. Maar er stonden rijen te wachten voor aan dat winkeltje dingen te kopen. Hè? Want op de duur liepen daar misschien 150 met hetzelfde leren vest dan, hè? In Anderlecht. En toen mocht dat niet meer. Na een jaar mocht dat niet meer van de voorzitter. Hè? Nou, wij zijn in Knesselaar. Dat is een heel klein dorpje eigenlijk vlakbij Gent, Brugge, eigenlijk ertussenin. En ik heb mijn vrouw leren kennen hier. Dus ze had hier een café. En ik vond het een mooie madame, dus ik ben er maar blijven hangen. En dan denk ik, nu woont er dan nog. Het voetbal bracht Henk Houwaard zoveel geweldige momenten. Van de beker met ADO tot de landskampioenschappen met Club Brugge. Hij ging op de schouders bij steraanvaller Jean-Pierre Papin in het Jan Breydelstadion. En hij beleefde als trainer van club een bijzonder moment met zijn oudste zoon Henkie Junior. Ja, ik heb hier ook met mijn zoon. Dus met mijn zoon heb ik hier nog een foto dat hij het doelpunt maakt hier. Dat hij net het veld ingaat hier. Het was 1-1 tegen Anderlecht. Je weet, water en vuur is dat Anderlecht tegen Club Brugge. Dus het staat 1-1, 10 minuten voor tijd. Ik zei, ja, ik wil winnen. Nee, dus ik haal Peter Krijver eruit. Peter Krijver vervangen door Henk Houwaard Junior. Henkie komt erin en dachten ze toch, ja, dat is zijn zoon, hij gaat hem met plezier doen. Maar ik deed er geen plezier, want eigenlijk was het helemaal niet goed voor de jongen dat er zo gefloten werd en dat hij in moet vallen. Maar dan was hij zo gemotiveerd. En dan zei ik tegen hem, ga naar die tweede paal en kop hem maar binnen. En ja, toen kwam die bal binnen. Ja, dat was zo mooi. Dat is, de kalverrilling krijg ik nu nog over mijn lijf heen als ik het vertel. Ja, daar is hij. Ja, het is... En dan het hele stadion. Henkie. Mooi. Dus minder dan 5 minuten voor het einde. Er maar 1 minuut in.
En hij zegt tegen papa, dat heb je goed gedaan. Hier is papa. De squirter ver weg en daar plots Henk Howard junior onhoudbaar binnen en 2-1. Het was het mooiste wat er is natuurlijk. Dat is een van de mooie momenten ook in mijn leven geweest. En vooral nu dat ik hem niet meer heb. Dan is het helemaal, blijft er altijd bij. Hè? In april 2008 overlijdt Henk Howard junior, de oudste van 4 zonen, op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van beenmergkanker. Na 3 seizoenen als basisspeler bij Ajax stapt Johnny Dus Baba in 1977 over naar het Brusselse Anderlecht. In die tijd een absolute topclub in Europa. Ja, ik ben in een ploeg gekomen die dan aan de top stond, want ze hadden ook net de Europa Cup gewonnen. En er waren dan, op dat moment waren er ook 5 of 6 Nederlanders. Hè? Robbie Rensenbrink, Arie Haan, Nico de Bree, Ruud Geels, Peter Ressel. Dat waren allemaal Nederlanders. Dus we hadden 6 Belgen, 6 Nederlanders en een stuk of 3-4 Denen. Dus ik voelde me eigenlijk heel goed thuis eigenlijk daar. Hè? Het hoogtepunt is dat we daar kampioen gespeeld hebben en toen we de Europa Cup in Parijs gewonnen hebben natuurlijk. Hè? In Parijs was dan echt Brussels, hè? Dat was enorm. Dat was... Iedereen was daar eigenlijk. Hè. Er waren geloof ik 20.000 of 25.000 Belgen kwamen daar toe te doen. Hè. En als we dan naar die beker wonnen, dat was natuurlijk uniek. En ook dan de superbeker tegen Liverpool. Dat was ook fantastisch toen we dan met 3-1 wonnen daar. Anderhalve maand na de winst in de Europa Cup 2 wacht een nieuw hoogtepunt in de carrière van Dus Baba. Oranje gaat naar het WK in Argentinië. Het voetbalplaatje van Dus Baba is dan al gedrukt. Ja, dat vind ik... Heel erg. Om erover te praten eigenlijk is het nog erg, want ik was erbij in 78. Ik heb alles meegemaakt, de voorbereiding. Ik heb de laatste wedstrijd in Amsterdam tegen België moeten spelen voor plaatsing, voor WK. Heb ik ook meegedaan. En dat was toen de tijd met die bomaanslagen daar in Argentinië. En dan op een gegeven moment bedankt Willem van Hanegem. Daarna Johan Cruijff. Heb ik dan de laatste dag beslist, ik ga ook niet mee. En dan heb ik van alle kanten heb ik veel reacties gehoord. Hè? Want Ruud Krol belde me op, die hebben me verrot gescholden. Ernst Happel was toen onze trainer van het Nederlands elftal. Die hebben me alles uitgemaakt op zijn Duits, ja, wat vies was. En dan, ik was dan een stijfkop. Ja, en ik heb dan gewoon mijn woord gehouden. Ik zei, nee, ik ga niet mee, ik blijf thuis. En dan is in mijn plaats is Ernie Brands meegegaan. En die heeft daar grote carrière gemaakt eigenlijk. Hè? Die heeft daar 2 keer gescoord. Ik zat alleen te huilen, ja. Echt, ik heb veel verdriet gehad. Als je dat ziet, dat is het hoogste wat je kan bereiken. Hè. Ik heb kampioens geweest, ik heb bekers gewonnen, ik heb Europa Cup gewonnen. Maar dat is het hoogste. Hoeveel spelers kunnen zeggen dat je een WK kan spelen? Dat zijn er niet veel. Hè. En dat kon ik doen. En door een stomme tijd heb ik een grote vergissing gemaakt. Zat ik huilend voor de tv. Ja, dat is een piramide eigenlijk die ik hier neergezet heb. Dat doe ik al 8 jaar lang. Dus 8 jaar lang, als ik mijn bed uitstap, dan doe ik dat lichtje aan, de piramide aan. En dat is mijn zoon, die ik elke dag in mijn gedachten heb. Vlekken had hij op zijn rug. En ik ben gelijk teruggekeerd natuurlijk van Cyprus. Ik stop ermee en dat kon niet. En ik had een contract getekend natuurlijk. Ik zeg, ik ga naar mijn zoon toe. Daar heb ik alles ervoor gedaan. Alle dokters afgelopen. Michel Dogen van Club Brugge, die heb alles voor me gedaan voor een goede dokter te vinden. Jammer genoeg is dat niet gelukt. En ik heb dan een virus gehad in mijn knie. Ik lag dan in het ziekenhuis ook erbij. Dus hij lag in het ziekenhuis. Hij lag op de 13e etage, de kankerafdeling. En ik op de 11e etage. Ik ben mijn rolstoel elke keer naar boven. En ik heb daar mensen gezien, kinderen gezien. Die allemaal die ziekte hadden. Dat was verschrikkelijk. Dus hetzelfde etage. Dus dan hoor je dat hij niet lang te leven had. En hij is ook gestorven. Ik was in het ziekenhuis. En achter 4, 5 maanden is hij gestorven. Want beenkanker. Beenkanker. Dus het was echt heel rap. Ik heb verschrikkelijk afgezien. Maar ik moest dan ook naar de begrafenis in de rolstoel. En ik was eigenlijk 150 jaar geworden. Het was niet normaal, was een hele verschrikkelijke tijd was dat. Ja, ja. Dat is een gat in je leven, dat kan nooit meer geheeld worden, weet je wel. Dat was mijn vriend eigenlijk. We waren broers,
Wij vertelden alles tegen elkaar. We gingen samen een pint drinken. Maar het was, ja. Ja, ik ben ja, een familieman. Oh, geef even. Ja, dit is het mooiste nog, hè, dit. Als je zo die mannetjes ziet lopen, dat is fantastisch, hè. Die genieten nog echt van het voetbal, eigenlijk, hè. Als je echt zo helemaal je contract hebt en alles, en dan is het allemaal van moeten en dit en dat. Er zijn veel dan wie dat een beetje dan aan het verminderen gaat, hè. Want dit is echt puur plezier, hè. Dag, hè. Ja. Tot volgende keer, hè. Ja. Hey, alles goed? Ja, ja. Goeiedag. Dag. Ik ben dinsdag en donderdag en vrijdag is trainen hier. Zaterdag heb ik dan mijn wedstrijd. Zondag ga ik lekker mijn scouten. En alleen mijn vrouw ziet me de maandag. De maandag is voor haar. Net als zijn oudste zoon dat was, is ook Howard's jongste zoon een talentvolle voetballer. Zij het op een iets bescheidener niveau. En zo staat Henk Howard nog dagelijks op het veld met zijn eigen kind. Ah, heerlijk. Ik heb het met mijn oudste zoon gedaan, met Henkie Howard. En ik heb het ook nou natuurlijk met mijn jongste zoon, met Enzio Howard. Want eigenlijk heb ik hem genoemd, Enzio is eigenlijk op het Italiaans Henkie. En dan vond ik wel mooi dat Enzio Howard, dan heb ik toch nog een achter een Henkie Howard bij mijn thuis. Ja, tactisch. Dat is het sterkste dat ik als trainer al had. Ja, ik zou me geen betere trainer kunnen voorstellen. Nee. Ik denk dat ik ze mijn, ja, misschien in een rolstoel weg moet brengen. Want zolang dat ik het me goed voelt, dat ik mijn benen goed doet, mijn lichaam goed doet, dan ja, ik denk dat ik trainer blijf. Tot mijn 80ste jaar desdoods. Maar nee, ik vind het zo heerlijk. Henk Howard en Johnny Dus Baba. Ze leerden voetballen op het Oranjeplein, maar ze komen er nog zelden. Vlaanderen is hun nieuwe thuis. En dat zal altijd wel zo blijven. Ik ben getrouwd met een Belgische. Het gaat allemaal fantastisch. Ik heb mooie kinderen, lieve kinderen, die werken hier ook. Dus ik ga alleen nog op visite naar mijn familie. Ik weet niet of Johnny... Nee, ik ga hier ook nog maar weg. Ik heb ook met een Belgische getrouwd. Dus. We zijn verplicht om hier te blijven. Maar ik doe het met veel plezier eigenlijk. Hè. Als de kinderen er bij ons zijn en alles, dat is het mooiste wat er is hier. En het zijn hele goede vrouwtjes ook, die Belgische vrouwtjes. Hè? We worden in de watten gelegd. Of niet? En ze luisteren nog. En ze luisteren nog, hè. In Holland luisteren niet meer, die vrouwen. Nee, niet meer weggaan. Nee, lekker. Ik sterf op mijn voetbalveld, dat ken niet anders. Ja.